Zondag 7 juni presenteerde Victoria Koblenko haar nieuwe lingerielijn in de winkel van Rian Peters, gevestigd in het Veldhovense citycentrum. Benieuwd naar wat ze ervan gemaakt had, namen we een kijkje. If I cry, it just hurts so bad sometimes, 'cause every day it's sinking in.
de Fuchsia Show bij Groenrijk. Hoe ben je daar zo toe gekomen, joh? Ja, ik kwam op een feestje nou tegen. Die zit bij Fuchsia Vereniging De Kempen. En die vertelde over zijn liefde voor fuchsia's, zijn grote hobby. En die vertelde ook dat er shows werden gegeven door hen. Toen vroeg ik of dat bij Groenrijk kon. En zodoende zijn wij hier terechtgekomen met de Fuchsia Show. Maar dan heb ik begrepen dat je ook de schooljeugd erbij betrokken hebt, hè? Hoe ben je daarop gekomen? Nou, Groenrijk die is heel erg betrokken hier bij de omgeving en die wilde kennis van groen uitstralen. Kennis van tuinieren, planten en bloemen. En dat doen wij door onze medewerkers op de vloer, maar ook naar buiten met de communicatie. En ik vond het leuk om de basisscholen daarbij te betrekken. En zodoende hebben 200 leerlingen plus minus van een 11 klassen van de basisschool in Veldhoven meegedaan om fuchsia's te stekken. En er is ook vast een winnaar uitgekomen, hè? Ja, dat klopt. De winnaar is geworden basisschool eigenwijs klas 4b. En wat is er nou zo bijzonder aan een fuchsia, Marco? Ja, dat zijn gewoon mooie bloemen. Je hebt ze in vele variaties, verschillende kleuren, staand, hangend, boompjes, struiken. En er worden ook nieuwe soorten ontwikkeld, hè? Ja, dat klopt. Dat doet vooral Fuchsia Vereniging De Kempen. Wij zijn voor de verkoop. Maar als er nieuwe soorten zijn van kwekers of zo en daar is vraag naar, dan gaan wij op de aanbod in. Nou, dat gaan we straks even aan Fred Blijs vragen. Ja. Dankjewel, Marco. Alsjeblieft. Goed, we staan nu naast Fred Blijs, de secretaris van de Fuchsia Vereniging. Fred, wat is er nou zo bijzonder aan de Fuchsia? Nou, het mooie is natuurlijk dat wij een diversiteit aan bloemen kunnen creëren die fantastisch groot is. We hebben ze in allerlei soorten en maten. Je hebt hangers, je hebt struiken, je hebt boompjes. Dat zijn de variëteiten alvast. En als je naar de bloemen gaat kijken, de bloemen die heb je in allerlei vormen. Je hebt dubbele, je hebt enkele, je hebt pijpjes, je hebt allerlei. En dan nog natuurlijk komt erbij heel veel kleuren. En dat maakt het natuurlijk zo mooi. Jammer is alleen dat we binnen nergens eigenlijk op de wereld een gele fuchsia hebben. En dat is iets wat we natuurlijk met z'n allen naar streven. Want binnen onze vereniging, binnen onze regio, zijn ze ook volop aan de gang om nieuwe cultivars, nieuwe bloemen dus, nieuwe fuchsia's eigenlijk te krijgen. En ze hopen allemaal natuurlijk dat ze eens die ene gele te pakken hebben. Maar is dat niet gelukt. Okay. Hoe heb je nou de winnaar bepaald van die scholen? Want dat hebben jullie gedaan, denk ik, als vereniging. Ja, dat klopt. Wij niet alleen, want Groenrijk is er ook in gemoeid. Wij hebben iemand afgevaardigd, zij iemand afgevaardigd. Daarnaast hebben we nog een neutraal persoon erbij gezet. Ze hebben met z'n drieën naar de bloemen, naar de planten van de jeugdige persoontjes gekeken. Ze moet trouwens bij zeggen, ze hebben het geweldig goed gedaan. Ik stond er echt van te kijken. Ook datgene dat er zoveel stekken netjes mooi terug zijn gekomen. En die hebben dus bepaald wie de winnaar is geworden. Fred, we staan hier bij een nieuwe fuchsia soort. Kan je uitleggen wie hem ontwikkeld heeft en wat dat verder betekent? Nou, binnen onze regio hebben we dus een aantal mensen en die bestuiven hun planten. Op dat moment komt er nieuw zaad op en dat zaad wordt in feite weer gezaaid en we krijgen daar een hele hoop nieuwe fuchsia's uit. Niet elke fuchsia is geschikt, dus er wordt goed gekeken van is het een goede groei, valt er goed mee te stekken. En is de bloem natuurlijk mooi. Als je naar deze kijkt, die we hier hebben bijvoorbeeld ook, je ziet hem hier staan, is een mooie paarse, mooi lila-achtig, dubbel. Hij is niet al te groot, want je hebt ze natuurlijk in allerlei variëteiten, heb je deze bloemen. Maar dan moet er gekeken worden, is hij inderdaad uniek. Hij wordt geregistreerd, die zaken worden verwerkt, ze worden naar Amerika gestuurd. Daar wordt gekeken van, is er deze al of is hij niet, zowel in naam als in soort. En daarna wordt hij dus wel of niet goedgekeurd. Deze is de José van Berne, we hebben hem gedoopt. Je kunt het nog zien aan de champagne die nog op de bladen zit, dat we zo gisteren dat gedaan hebben. En dit is dus weer een nieuwe fuchsia. Fred, we staan hier bij een andere soort. Ik heb hangende fuchsia's gezien en dit is een staande. Verschil? Ja, zoals ik al gezegd heb, er zijn heel veel verschillende soorten. Dit is Bartje. Bartje hebben we ook gebruikt voor de basisscholen. Een mooie groeier. Mooi in zijn bloempjes. Hij steekt met zijn bloempjes naar buiten. Geen grote bloem, maar wel veel bloem erop. Hij is mooi van kleur. En vandaar dat we die dus ook hier hebben staan en voor de basisscholen gebruikt hebben. Heeft nou een fuchsia nog een hele specifieke behandeling nodig? Ja, en daar ken je dus eigenlijk de kenner, de fuchsia-kenner, kun je daarin herkennen. Waarom? Simpelweg, als ik tegen je zeg, ze hebben water nodig, ze hebben voeding nodig, ze hebben meststoffen nodig, ze moeten op tijd de bloemetjes moeten eruit. Dan denk je, oké, ben ik klaar. Maar dan komt de echte kenner, want die gaat zijn plant op het moment dat hij water gaat geven, gaat hij ook eens een verkeertje voelen van, hé, hoe zwaar is hij? Want de ene neemt veel water op, de andere niet. En ze moeten natuurlijk wel voldoende water krijgen.
Dat is met voeding precies hetzelfde. De ene heeft meer voeding nodig dan de ander. De ene verbrandt zijn worteltjes sneller, of de plant, dan de ander. Dus dat weegt heel veel van elkaar af. Het zijn allemaal fuchsia's, maar ze moeten eigenlijk allemaal anders behandeld worden. Zijn de fuchsia's trouwens winterhard? Nee, het is een kuipplant en daarom ook, het is hier ook een fuchsia- en kuipplantenshow. En wij hebben dus gewoon een fuchsia die 's winters naar binnen moet. Er zijn enkele soorten, botanische soorten, die inderdaad winterhard zijn. Die staan in Harderwijk in een testveldje staan die opgesteld. Wij hebben er hier geen bij, maar dat zou wel kunnen. Merendeel is gewoon 's winters, hupkee, naar binnen. Dan moeten we ze snoeien, brengen ze heel compact terug, zodat we ze goed op kunnen bergen. Dat er veel bij elkaar kunnen staan, want we hebben er veel natuurlijk. En dan komen ze de winter door. Marco, we staan hier bij de fuchsia's die door de leerlingen van de basisscholen zijn gestekt. Klopt. Opgegroeid, zeg maar. Hè? Waar is de winnaar door bepaald? De winnaar die is bepaald door de fuchsia-vereniging De Kempen. Ik heb daar ook bij geweest. Ze hebben gekeken naar het aantal bloemknoppen, het aantal bloemen. Of dit een mooie vorm had, de plant. En de vertakkingen in de plant. En zo... is een winnaar eruit gekomen. En dat is basisschool eigenwijs geworden van groep 4B. Jacques, 18 september 1944 was de bevrijding van Veldhoven. Deze brug, daar is toen wat bijzonders gebeurd op deze Onze Lieve Vrouwenbrug. Jij kan vast vertellen wat het was. Ja, dat is al een mooie samenkomst van omstandigheden. Dat bij deze brug de eerste bevrijders, de eerste Veldhoven binnenkwamen. En dat op, in het vervolg daarop, ook nog op dezelfde dag, Veldhoven is bevrijd. Maar hier is ook nog een interessant... achteraf gezien, dat is goed afgelopen, voorval geweest. Namelijk, het was het volgende. S'morgens, was op een maandag, de tweede dag van de operatie Market Garden, maar was de hoofdmacht in Valkenswaard gearriveerd en doende richting Eindhoven, maar onderweg hadden ze nog tegenstand. Maar die corridor die was zo smal dat men probeerde ook in de breedte die corridor wat verder uit te breiden. Dus er is een verkenningseenheid toen van Valkenswaard op met opdracht deze richting gestuurd, Veldhoven, om te kijken of ze via Veldhoven achter het vliegveld om Son konden bereiken. Want het bericht was binnengekomen op de een of andere manier bij de hoofdmacht dat de brug in Son was opgeblazen door de Duitsers. En dat was natuurlijk een geweldige tegenvaller. Ja, maar men moest materiaal enzovoort, dus, en men had geen radioverbinding.
Dus die groep die hier met die opdracht naartoe ging, die had niet alleen de opdracht om te kijken of er een route was, maar ook om radioverbinding te maken, gelijktijdig. En dat is gelukt. Dus 's morgens voor het middag kwam die groep hier overheen, door Zeelst, Oerlen, achter het vliegveld om, bereikten ze tegen de middag 8. En kon die telegrafist die intussen dus contact had, doorgeven wat voor materiaal er nodig was. Ja, dus het was een geweldige winst. Maar tegelijkertijd was ook bekend in Valkenswaard, de hoofdmacht, zeg maar, dat hier een route bestond. En men wilde die route verder uitbreiden met zwaarder materiaal. Dus ze hebben toen een tankeenheid hier naartoe gestuurd. En die kwam hier aan bij die brug. Maar toen lag er deze brug niet. Toen lag hier de noodbrug. Een houten brug. En die lag naast de puin van de brug die aan het begin van de oorlog was opgeblazen. Dus die brug lag niet exact in het verlengde van de doorgaande weg. En men vond die brug nogal labiel. Toch heeft die commandant van die tank gezegd, we gaan het proberen. Vol gas, maken dat je er overheen bent voordat die brug er erg in heeft. Ja, een rare gedachte, hè? Maar goed, het lukte. Tweede tank, Sherman tank, zwaarder iets. Maar ook vol gas begon hij natuurlijk, maar die moest die bocht maken, een soort S-bochtje, om onder de brug te kunnen. En dat mislukte. Dus hij kantelde van de brug in de dommel. Is goed afgelopen. Alleen de route was verprutst. Men kon er niet meer verder. Men heeft later geprobeerd om via de Volmolenweg, hier parallel hieraan, en dan via de Run, en dan Heers, ook veld over te bereiken. En dat is gelukt. En nog later op de dag kwamen zelfs eenheden vanuit Steensel, Luik-Schessel-Steensel, dus ook veld over binnen, over de locht. Ja, dus van alle kanten was veld over bevrijd. Misschien op de rand van Oeren zat nog wat geschut van de Duitsers, maar veld over werd bevrijd verklaard. En heb je naar aanleiding van die bevrijding op de achtergrond, heb je een plaquette gemaakt een aantal jaren terug. Hè? En wat hield dat in? Nou, toen veld over 65 jaar bevrijd was, vonden we de tijd rijk om iets groots te organiseren met alle schoolkinderen, bij alle schoolkinderen van heel Veldhoven en van Waalre. Die zijn hier bij elkaar gekomen, althans vertegenwoordigers daarvan. En die hebben hier ook met gebruikmaking van authentiek materiaal, dus voertuigen, hebben ze hier dus een geweldige happening hebben hier toen gehad. En is die plaquette hier achter mij is toen onthuld. Ja, op die plaquette staat dus niet de nadruk op dat ongeval van die tank in de brug, in de dommel, maar van een paar uur eerder de overtocht van die verkenningseenheid, zo'n Humber voertuig is dat, staat erop afgebeeld, met natuurlijk teksten, 65 jaar bevrijding en 1944, 18 september en zo. Ja. Dan heb je vandaag een replica gemonteerd. Waarom was dat nodig? Ja, ze hadden in de tijd alles gezegd. Ja, iedereen zegt van alles, dus alles is ook wel gezegd. Ja, dus er zijn goede dingen gezegd en ook wel eens gezegd van, zou je niet verdwijnen, want het was van brons. En inderdaad, dus een half jaar geleden was je plotseling weg. We hadden hem zo vernuftig bevestigd, dat we dachten het zal niet lukken. Maar ja, uiteindelijk lukt alles. Desnoods zagen we een stuk uit de brug. Dus hij is weg. We hebben niet op heterdaad hoor, dus we moeten zeggen hij is weg. Gestolen, het wordt gestolen. Het zal wel, maar dat kunnen we niet bewijzen. Nou, we zaten met het probleem. Zijn we nog zo fanatiek om een replica te laten maken? Financieel moest het probleem zijn. Gemeentebestuur moest het erin zijn en zo. Nou, en we hebben besloten, mede dankzij een paar mensen die financieel de zaak mogelijk hebben gemaakt. En we hadden nog de moedermal, dat is natuurlijk belangrijk, om een replica te laten maken. Niet van brons, we hebben een ander materiaal gekozen. Diefstalbestendiger, denken we. Aluminium. Maar in ieder geval, Jacques, hij hangt er weer. En we hebben ons herkenningspunt weer. Wij zijn heel blij. September nadert. Dit jaar viert men overal 70 jaar bevrijding. Even strikt genomen is het hier dus 71 jaar. Maar zo'n herdenkingspunt in de openbare ruimte voor Veldhoven is natuurlijk fijn dat het er is, vinden wij. En dat er nog aandacht aan besteed wordt door de lokale omroep Veldhoven.
Ja, dat is ook prachtig. Oké, okay, hartelijk dank. Dat de plaket deze keer een langer leven beschoren is. Ja, op het mooie project, hè. Roze. Alle teams welkom en vooral Rood-Wit en RKC. Dat zijn ja, collega's van Walking Voetbal. Daar ben ik echt heel blij mee. En ook natuurlijk de andere teams, de jeugd is er. Die moeten nou de eigen keer aanpassen wat Milou niet kan. Dat maken ze vandaag niet. Dus dat is, daarvoor doe ik het. Okay, ja. Dat wil ik mee zeggen. Dus, beste mensen, we gaan nu met de finale beginnen en dat is Team Milou tegen Team Hij en Wij.
Dames en heren, Miru gaat de prijs uitreiken aan Opa. Jongens, allemaal hartstikke bedankt. En de opbrengst is plus minus 1000 euro. Jan, je gaat dit jaar voor de derde keer met ons de man vertoeren. Nou, ik kan wel zeggen dat ik in ieder geval heel erg trots op jou ben. En ik denk dat er maar weinig zijn die dat op jouw leeftijd zo voor elkaar kunnen krijgen. Jantje, bedankt! Jantje, bedankt! Pas op, kijk uit, nog meer fietsjes. Nog meer fietsjes. Neem wat ruimte. Pas op. Ja. Krijg ik niks dan. Oh, dat is lekker zand. Gaan die luchtdrukte was nou in het bos ook al. Ja, dat is ja? Ja, super. Ja, super. Ja, lekker. Gelukkig. Hé, Jan. Ja, die zit hier in de tas. Jan. Ja. Dat is jongen. Die kan je respect. Meer dan respect zelfs. Knap, jongen.